Sport werkt positief op het concentratievermogen. Dat is inmiddels wel bewezen. Daarom volgen leerlingen van een aantal basisscholen in Deventer het programma Playing for Success. Op de thuisbasis van Go With Eagles, de Adelaarshorst, krijgen de kinderen opdrachten op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden. Maar op een heel andere manier dan ze gewend zijn. Playing for Success maakt er een spannende wedstrijd van. Met de docent als coach, een eerste helft, een gezonde lunch in de rust en de uitslag in de tweede helft. Zo zien kinderen die, om uiteenlopende redenen, wat moeite hebben met leren, dat leren wel leuk is en herwinnen ze hun zelfvertrouwen. Maar dan komt de dag dat de Adelaarshorst niet beschikbaar is. Geen nood, het team speelt een uitwedstrijd. De spelersbus van Go With Eagles haalt de leerlingen tijdig van school en rijdt ze naar de locatie van de uitwedstrijd, Sport- en Bewegingscentrum De Scheg. Daar wacht hen een programma dat een beroep doet op hun individuele kwaliteiten, maar vooral op het samenwerken in een team om zoveel mogelijk punten te veroveren. Het afwisselende en inspirerende programma is erop gericht de leerlingen te laten ontdekken dat leren wel leuk is en dat ze allemaal talenten hebben die ze kunnen, ja, moeten ontwikkelen. Playing for Success draagt bij aan het verbeteren van schoolprestaties en het vergroten van het zelfvertrouwen. Daarbij kan je winnen en verliezen, maar het gaat erom dat meedoen leuk is.